Vroeger deed iedereen het. Tegenwoordig wordt het aanaarden van rozen nog wel eens vergeten. Het is een heel makkelijk karweitje. Zeker met de spade en snoeischaar van Hendrik Jan de Tuinman. Oktober is de ideale maand voor het aanaarden. Hoe gaat u te werk? Om te beginnen knipt u de rozen terug tot kniehoogte, anders heeft u last van de takken en natuurlijk de doornen. Voorzichtigheid is geboden, want rozen zijn kwetsbare planten. Daarna brengt u ongeveer 20 centimeter aarde rond de stam van iedere plant aan. Als laatste vermengt u dat met oude koemest, compost of organische mest. En dat was het dan alweer. U heeft de rozen daarmee een groot plezier gedaan, want u beschermt ze tegen de vorst. Laat de winter maar komen, hoort u ze zeggen. In het voorjaar is het hout van de roos helemaal springlevend. U kunt dan de aarde weer verwijderen. De meststoffen blijven achter om hun werk te doen en ze zorgen er ook voor dat de grond goed vocht vasthoudt. U kunt natuurlijk nog extra voedingsstoffen toevoegen,